Vreda Nu. Je weet het meteen. Welkom aan iedereen thuis ook. Welkom aan deze op de tribune. Jullie vrienden en bekenden van mensen die vandaag zondag gaan meemaken. Hier in de raadzaal zelf, de tribune ook in de trouwzaal. En natuurlijk ook een bijzonder welkom aan de leden van het college. Wat zal maken leden, maar die nog geen lid zijn van ons gemeenteraad en al hun vrienden en familie. Ik wil u meedelen dat ik wel vandaag, dat denk ik belangrijk om aan te geven, de zittende wethouders die voor het zomerreces aangaan, portefeuille ter beschikking stellen, bij mij allemaal als voorzitter van de raad vandaag een ontslag hebben aangeboden. En wat dat betreft zitten we even in de situatie dat we, zeker zonder wethouders, niet bang worden. En ik denk dat ik de meeste mensen alle wacht, want ze blijven feitelijk functioneren. Tot de nieuwe raadsleden, of tot de nieuwe wethouders daadwerkelijk zijn gekozen. En dat gaat als het goed is natuurlijk vandaag. Maar ik wil een speciaal woord vandaag ook zeggen aan de twee mensen die het proces mee hebben begeleid. En dat is de eerste als de heer Yves de Boer en de heer Alfred Arbo voor het vele werk wat ze verricht hebben. Waardoor we nu weer een nieuw bestuursakkoord hebben met focus op vooruitgang de komende 2,5 jaar mee aan de slag. Dank aan iedereen en gefeliciteerd. Ik denk ook dat we afscheid moeten nemen van een aantal mensen die de afgelopen jaren zich enorme verdiensten hebben gemaakt en enorm hebben ingezet voor de gemeente en voor het gemeentebestuur. Ik spreek vandaag drie afscheid nemen bij de toe. En dan begin ik met de heer Akensi. En dat heeft alleen maar te maken met het overheid, want de A is in ieder geval voor de B. Beste Celsius, vanavond nemen we afscheid van jou als wethouder. De afgelopen maanden, dit is slechts een korte periode, heb ik je mogen leren kennen als een aangenaam, toegankelijk, maar vooral ook zeer betrokken bestuurder. Natuurlijk is het half jaar, vanaf maart dat we met elkaar mogen samenwerken, veel te kort om je helemaal te doorgronden. Als je dat eigenlijk überhaupt, dat kan bij jou. Want je bent iemand die niet gemakkelijk en in beeld te pakken is. Je bent misschien wel eigenlijk iemand die wel symbool staat voor Breda, namelijk veelzijdig, ambigu zou je kunnen zeggen, verschillende karaktertrekken die met jou, bij jou duidelijk naar voren komen. Als kind van de tijd, want dat ben je graag, daar sta je ook voor, combineer je op een haast zelfsprekende manier uiteenlopende eigenschappen met elkaar. Je geniet van het leven. Dat laat je aan alle kanten zien. Ze zien. Er staat ook midden in het leven. Zelfs ook bedankt voor je enorme inzet, dat ben je graag. Laat ik op die de dank op uitbrengen. In een mooi bosje bloemen. Goed, dan Bernie. Want ook Bernie dit was. En als het gaat over de politiek, Bernie, zei ik als oud politicoloog. En de groeiende kloof tussen kiezers en politie wordt vaak geklaagd over het gebrek aan echt authentieke politici. Mensen die gewoon zichzelf blijven. Mensen die niet veranderen omdat ze ineens een andere positie hebben. Ze niet ineens alles gaan voordoen omdat ze bestuurder zijn geworden. Mensen die gewoon mens blijven en doen wat ze altijd hebben gedaan. In mijn ogen, Bernie, ben jij zo'n authentiek bestuurder waar de politiek zo vaak naast de groep is, maar waar de politiek het af en toe moeilijk mee heeft, omdat als dan zo'n authentiek figuur bestuurder is, op zijn waarde te schatten. Ben je bedankt. Beste Bob, iedereen heeft zijn eigen emoties en iedereen uit zich op een eigen manier. En jij hebt natuurlijk ook de afgelopen tijd duidelijke emoties gehad. Maar ik moet zeggen, ik heb heel veel waardering en respect voor de manier waarop jij die hebt geuit. Maar dat heb je eigenlijk gedurende heel die periode dat je hier in de raad actief was, in de lokale politiek actief was, en dat op jouw kenmerken niet gedaan. Je vindt het echt dood zonde dat je hier nu staat, omdat je het idee dat je met het college deze klus op kunt afmaken. Je was een sterke raadslid, het was dus eigenlijk voor niemand een verrassing dat je eigen CDA-fractie nu unaniem kandideerde als kandidaat hebben. Je werd dat in 2010. Ook aanpakken, niet moeilijk doen, duidelijke keuzes maken en veel belangrijker dat je dat eigenlijk zonder grote discussies in de stad en de raad het doorheen hebt. Dat geeft aan dat de manier waarop je het hebt aangepakt echt een enorme klasse betekent. Je was ook heel toegankelijk voor de ambtenaren. Je was altijd snel in reactie, kort en bondig, niet te veel poespas, maar kort en bondig. En als het terecht was, was je heel snel in de waardering. Mensen complimenten geven, dat niet ieder bestuurlijk geven, maar jou zeker wel. Ik wil je enorm danken voor je inzet de afgelopen jaren. En heel veel succes wens in je rest van je bestuurlijk carrière. Dankjewel.
Goed, en daarmee komen we toe aan agenda punt 4. En dat betreft de benoeming van de nieuwe wethouders. Voorzitter, onze eerste kandidaat, Alfred Alba, een oude bekende voor velen binnen en buiten brengen. Onze tweede persoon, collega naast mij, nu nog collega, Boas Adam, een iets minder oude bekende van ons, maar ik heb Boas al leren kennen als een gedreven, enthousiast persoon. Met trots draag ik namens de fractie D66 Paul de Beer en Marianne de Bie aan, voor als wethouder van Breda. Dankjewel, voorzitter. Ja, de voordracht van Patrick van Hunter zal niet als een verrassing komen. Met amper een jaar ervaring is Patrick veruit onze meest ervaren bestuurder. Overigens ook onze enige deel te zijn. Partij van de Arbeid draagt voor het wethouderschap in Breda voor. Wie anders dan Mirjam Haag? Ik verklaar dat ik op tot wethouder van Breda benoemd te worden, rechtstreeks door onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwetsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. De grondwet, dat ik de wet zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. En dan vraag ik dus nu aan de wethouders om dan vervolgens te zeggen, dat verklaar en beloof ik. Meneer Adam? Dat verklaar en beloof ik. Meneer Abel? Dat verklaar en beloof ik. Meneer De Beer? Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw De Bie? Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Haag? Dat verklaar en beloof ik. Meneer Van Lutteren? Dat verklaar en beloof ik. Dan wil ik u namens ons allemaal van harte feliciteren, want dan ben ik vanaf nu wethouders van de gemeente Breda. Want het was een turbulente zomer met de politiek, maar van u hebben we weinig gehoord. Dat klopt. In zo'n situatie is de burgemeester in feite eigenlijk natuurlijk ook, staat ook een klein beetje aan de zijkant. Omdat het natuurlijk een vraagstuk is van politieke partijen. Welke politieke partijen gaan met elkaar een nieuwe coalitie aan? Welke afspraken gaan ze maken? En dan weet je, net zoals de situatie na de verkiezingen normaal ook altijd is, dan sta je als burgemeester even aan de kant. Want dan is het aan de politici om de koers voor de stad te bepalen, het team samen te stellen. En vervolgens ga ik als burgemeester samen met de gemeentesecretaris aan de gang. Maar voor mij als burgemeester moet het niet uitmaken welke coalitie er zit. Alle coalities zijn me even lief. En alle bestuursakkoorden zijn natuurlijk ook even lief. Dus een nieuw team wordt u dan in de schoot geworpen. Wat is dan het? Hoe smeet je weer een team? Ja, dat is in feite eigenlijk datgene wat je altijd doet na de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk wat ook heel erg goed is, en dat heb ik ook zeer gewaardeerd, waardoor je er ook wel bij betrokken bent geweest, is het feit dat de formateur, Alfred Arbo, me van tijd tot tijd ook echt even bij heeft gepraat. Dit zijn de discussies die we met elkaar aan het voeren zijn. Deze richting gaan we op. Dus dan ben je, laat zeggen, dan sta je aan de zijlijn. Maar je hebt wel een klein beetje beeld hoe het gaat. En dan constateer je dat er een team zit wat heel veel ambitie heeft. Nou, dat is heel erg mooi, want het is goed voor de stad. En dan ga je als burgemeester vervolgens nadenken, hoe gaan we vanaf morgen ervoor zorgen dat die ambities ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Met de voltallige gemeenteraad, met alle partijen van de gemeenteraad en met de stad. Want het college is belangrijk, maar de verbinding die ze aangaan met de gemeenteraad, de verbinding die ze aangaan met de stad, is ook enorm belangrijk voor het succes van hun college. Twee nieuwbakken VVD-wethouders op jullie, voor jouw oude stoel, voor jouw nieuwe stoel. Hoe voelt het? Ja, fantastisch. Ik heb er echt heel veel zin in. Ja, absoluut. En voor jou? Ja, het is, ik ben maar anderhalf jaar weg geweest, dus het is eigenlijk een beetje terugkomen in een warm bad. En dat voelt goed. En wat staat er allemaal al op het programma morgen? Oh, heel veel, want we hebben natuurlijk een constituerend college morgen, waarin de portefeuilleverdeling formeel vastgesteld moet worden. Allerlei andere formele dingen, procedures, hoe werkt alles, wordt uitgelegd. En daarnaast gaat iedereen smiddags gelijk aan de slag. De kennis maken met medewerkers, je agenda's even goed doornemen, wat er op de agenda staat. Voor mij morgenavond al gelijk met de burgemeester naar Eindhoven voor een beraad over de B5 en de Brabantstad. Hoe gaan we dat nou verder doen met die 5 grote steden in Brabant en die 4 regio's. Dus we gaan gelijk ook de inhoud in. En wat voor jou, ik zit meteen te jou en te jij, maar dat hadden we. Wat is voor jou nou het eerste wat je echt de komende week zegt, dat ga ik oppakken?
Nou, ik begin morgenochtend iets eerder dan Alfred, want ik begin om 8 uur morgenochtend met het spreekuur voor ondernemers. Dus daar zit ik gelijk als kerstverse wethouder met ondernemers te praten. Dat is het spreekuur wat jouw voorganger heeft ingesteld? Ja, correct. Ja. Dus dat neem ik ook van hem over en dat begint morgenochtend om 8 uur. En, is ondernemers leren kennen ook het de eerste werk wat je je voor hebt genomen om te gaan doen? Nou, die kans krijg ik nu wel, hè, om met ondernemers kennis te maken, ook te kijken waar ze tegenaan lopen. We hebben in ons akkoord heel duidelijk gezegd dat we ondernemers ook, waar we onbegrijpelijke barrières zien, willen we die wegnemen. Nou, daarvoor moet je in gesprek met ondernemers, dus morgenochtend is daar de eerste kans voor. De camera loopt. Mirjam Haag, ja, nieuwe oude wethouder. Ja. Hoe werkt het nou? Ga je gewoon door waar je mee bezig was of is er echt wel een soort breekpunt en een nieuw start? Er is natuurlijk een breekpunt, want we hebben vanavond met het oude college afscheid genomen. En er is een geheel nieuw college geïnstalleerd. Dus met elkaar gaan we ook kijken hoe gaan we nou het bestuursakkoord uitvoeren. Maar voor mij als wethouder ga ik ook deels door. Want in mijn portefeuille zat en zit zorg en welzijn en bijvoorbeeld het onderwijs. Onderwijs hebben we net een onderwijsagenda besproken, ook in de raad. En daar gaan we nu mee door. En dat staat ook in het bestuursakkoord. Dus sommige punten gaan we gewoon door. En andere komen weer nieuwe dingen bij. En ik heb ook een aantal nieuwe dingen in mijn portefeuille. Dus ook ik zal een paar dingen van de grond af aan weer gaan opbouwen. Nieuwe mensen, nieuw college. Hoe ga je elkaar beter leren kennen? Nou, het is heel erg fijn dat we op zich elkaar allemaal kennen vanuit de politiek. Ik ben heel erg blij dat Alfred Arbouw bijvoorbeeld terug is. Die heeft veel gedaan voor de stad en heeft veel ervaring. Dus dat is een mooie, hele mooie toevoeging. Maar ook nieuwe collega's zoals Boas Adank, Paul de Beer, Marianne de Bie. Heel fijn mee samengewerkt in de politieke situatie. En ja, ik ben blij dat we daarmee een nieuwe start kunnen maken. En met Patrick van Lunteren van de SP heb ik de afgelopen 15 maanden ook gewerkt in het huidige college. Zeker op het sociaal domein weten we elkaar heel goed te vinden, weten we elkaar te versterken. Dus ik kijk er echt naar uit om met dit nieuwe team weer verder te gaan nu. Zin in de nieuwe klus? Of is het een oude klus die doorgaat? Of is het een nieuwe klus? Ja, ik moet het toch wel een beetje zien als nieuwe klus. Hè? Ik heb ontslag genomen met vorig college en ik begin nu als wethouder opnieuw, zeg maar, met een nieuw team aan een nieuwe klus. Zo moet ik het wel zien. Nee, want jullie hebben morgen bespreking over de portefeuille. Maar een portefeuille waar nieuwe dingen bij zitten en oude dingen vanaf zijn gegaan? Ja, daar hoort er natuurlijk bij. Een nieuwe coalitie, 1 wethouder extra. Dus ja, we hebben de portefeuilles iets moeten herverdelen. Er zijn wat dingen af. Hè. De financiën gaat naar iemand anders toe. De regionale samenwerking, hè, dat gaat naar een andere wethouder toe. Maar ik krijg... Zul je het missen? Nou ja, kijk, natuurlijk. Je zit overal bevlogen met je hart in. En daar moet je de dingen loslaten. Hè. Bijvoorbeeld, ik was met de begroting natuurlijk bezig om dat te digitaliseren. Om begrijpelijk te maken voor mensen. Nou, dat gaat nu iemand anders hopelijk goed voortzetten. Ja, daar zit je wel met een bepaalde passie in. Dat vind je dan wel even jammer. Maar ik krijg daar wijken en wijkontwikkeling voor terug. Nou, dat is natuurlijk wel ook op mijn lijf geschreven. Wonen, wijken. Jeugdwerk, maatschappelijke opvang, dat zijn wel thema's die bij mij passen en ook bij de SP als partijen. 2 nieuwe wethouders, D66, yes. Paul de Beer, Marianne de Bie. 2 vrouwen nu in het college. Ja, helemaal goed hè. Dan hadden er voor mij ook 3 mogen zijn. Ik ben heel tevreden met de ploeghoor die er is. Maar het is natuurlijk gewoon fijn om met meer vrouwen in het college te zitten, absoluut. Voor jullie is alles nieuw. Wat zijn nou de dingen waar je de komende week je tanden in gaat zetten? Ja, een heleboel dingen natuurlijk, want er komt veel op je af. Je hebt verschillende portefeuilleonderdelen en in ieder portefeuille daar zit wel iets wat gelijk aandacht vraagt. En dat kan bij mij, in mijn geval, bij financiën zijn, dat kan bij duurzaamheid zijn, bij sport, toezicht en handhaving. Daar ga je gelijk mee aan de slag. Word je ingewerkt door je vorige wethouder of eerder door de ambtenaren? Allebei. De vorige wethouders hebben aangegeven dat ze zeker ook gewoon overdracht regelen en hun informatie achterlaten. En aan de andere kant zijn het de ambtenaren en die inwerken. Dus allebei. En wat is het grote ding waar jij je tanden nu in gaat zetten? Ja, wat natuurlijk al heel veel media-aandacht heeft gehad, is natuurlijk het ene museum. Het Stedelijk Museum wat we voor Breda gaan realiseren, waar ook echt een deadline aan zit. 1 januari 2016 moet er echt een plan van aanpak liggen of een museumvisie, zodat we over een
een jaar later open kunnen gaan. Dus ja, daar moeten we gewoon morgen mee aan de slag. Want anders gaan we dat natuurlijk niet halen. Breda Nu. Je weet het meteen.